Skanky. Post. Wise kid. Nou, ik ben dus een jongen uit Eindhoven. Ik ben 26 jaar en ik rap. En ik maak best wel goede muziek, zeggen de mensen. Dus ga naar die MySpace en check hem en maak zelf maar een oordeel. Pop, pop. Je hebt onlangs die mixtape uitgebracht, die MySpace Knockouts. Was ze te downloaden via Lower East. 17 tracks, maar wat was het uitgangspunt van die Knockouts mixtape? Ja, eigenlijk gewoon een beetje de mensen geven wat ze tekort komen. Want ik heb heel veel mensen die weten wel dat ik rap, maar die weer geen cd aan kunnen komen omdat ik unsigned ben. Dan moeten ze bij de show zijn of ik moet hem net bij hebben. Of ik wil gewoon iedereen, ook mijn familie en gewoon iedereen gewoon voorzien van een cd'tje. Dat ze allemaal een indruk hadden van waar ik mee bezig was. Voordat ik wist wilde al mijn vrienden een kopie. Voordat ik het wist wilde ze hem op een website zetten en werd die meer dan 2000 keer gedownload, weet je. Ja man, het is gewoon een soort van hype geworden of zo. En dat had ik eigenlijk niet bedoeld, man. Ik wil gewoon relaxed muziek maken, maar ja. Shit gaat gewoon, ja. Waardoor is die hype ontstaan, denk je zelf? Weet ik eigenlijk niet, man. Ik denk dat gewoon de muziek voor zichzelf spreekt. Ik ben best wel een verhalenverteller. Ik ben best wel diep, best wel serieus. Ik kom niet met allemaal fictie. Ik ben geen gangster. Ik ben, weet je, ben gewoon chill, gewoon relaxed, gezellig. Een beetje zuipen, een beetje Jägermeister om 10 uur 's ochtends. Je weet toch? Hey, yo, ik ben Skanky. Je weet het, je kent me. Ik blijf het representen. Net als Fat Joe, de gangster. Je denkt stijl te hebben, maar je mist de glans. Heel je leven gaat en je voorbij als een gemiste kans. En ik speel dit in trans. Rappers weten dat het niet geflipt kan. En als het gaat om super vette rijpers, dan ben ik de man. Real shit. En mensen die herkennen dat ook gewoon. Die zien het ook gewoon echt van, ja man, dit is gewoon een echt iemand gewoon die niet zit te fronten gewoon. En die niet mensen probeert te dissen of een hele hype probeert te creëren. En mensen hebben gewoon zoiets van, ja man, hij rapt gewoon goed. De stem is er, de stijl is er, hij heeft iets te melden. De beats kloppen, het zit gewoon goed in elkaar. Jij mij stoppen met rappen, al zou je jezelf frituren kerel, dan was ik nog steeds vetter. Ik ben dood tot de laatste letter, flows op de maat gezet, in een bui om flojo's op de straat te zetten. Geboren in het verre oosten, verhuisd naar het noorden, maar ik voelde dat ik in het zieke zuiden thuis hoorde. Het zit zo, ik ken de moeder van Jeanette. En het verhaal is niet helemaal waar, zeg maar. Er zijn een paar dingen in veranderd. Maar over het algemeen is het gewoon een waar gebeurd verhaal, weet je. En ik heb het eigenlijk gewoon geschreven voor de moeder van Jeanette. Voor Ellie zelf, weet je. Maar ja, het was gewoon een vet nummer. Te Relaxed heeft een beat gemaakt. En mensen waren al meteen zo van, oh, dan ben ik al benieuwd. Skanky op een Te Relaxed beat. Dus ik liet hem zo wel horen en mensen vonden het gewoon vet. Dus ik dacht, ja, ik zet hem op die promo. Maar voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, waar gaat de track over? Ja, het gaat over een meisje die misbruikt wordt door haar vader. En uiteindelijk ja, gewoon tegen haar vader keert. Want ja, zoiets hou je gewoon niet lang vol. Schrijven is een deel van mijn leven, dus beter weet je gast. Ik hou me niet bezig met domme stijl, wel in de eten past. Geen braggy lyrics over bling bling en bla bla. Boos gaat uit zichzelf zonder blitzring of Prada. Vele rappers braggen en posten, maar zeggen nada. Spreken over Lexus, maar hebben niet eens een Lada. Is die mixtape ook iets om te checken van, nou, hoe lig ik in de scene of zo? Van, nou, vinden mensen mij dope? Of? Het was eigenlijk zo, ik rap al heel lang voor DNS, weet je. Kijk. Hier ook en zo, kijk zo, DNS, weet je. Demon and Shine, motherfuckers! Nou ja, was het dadelijk maar. Maar, weet je, dus ik heb al heel lang Engels. En ja, op een gegeven moment gingen we met Riach, dat is een heel lange vriend van ons. Riach MC van de Campanen, die heeft me meegenomen op tour. Want hij had zoiets van, ja, je bent gewoon vet, weet je. Maar je hebt gewoon te weinig publicity, weet je. En dus nam hij mij mee. Begon ik ook een beetje Nederlands te rappen. En toen dacht ik van, hey man, dit is eigenlijk wel een lekkere vibe. Maar ja, het campen aan het ding, dat was niet echt zeg maar iets waar ik mezelf mee kon connecten, weet je. En toen besloot ik gewoon los te breken. Ja, ook van Ambulant en van DNS. En gewoon even te kijken van, ja, en als ik nou eens solo een Nederlands iets drop, hoe zou dat komen? Hoe zou het gaan brengen, weet je. Toen dropte ik het Proefmonster. Ja, ik zeg het ook op die MySpace cd, weet je. Die cd die is meer dan een jaar geleden uitgekomen. Ik verkoop er nog steeds 10 per week, weet je. Dus ja, voor iemand die unsigned is, ik vind het goed. Je spit herhaling van 3 demo's terug. Beter ga je stoppen naar je kamer met je Play-Doh vlug. Even tussendoor, ik ben zo met vele soorten rap. Het is alleen dat die ene track klinkt als wat ik hoorde net. Nog even hoor ik back, vandaar dat ik mijn mop nu open trek. Iedereen wil rappen, maar hebben alleen een grote back. Back. Wanneer heb je besloten om Nederlands te gaan rappen eigenlijk? Of deed je dat stiekem altijd al? Ja, ik deed stiekem wel al een tijdje, maar ik denk dat ik echt een jaar of 3 geleden begonnen ben met Nederlands serieus te rappen. Met Ambulant
En ja, ik denk anderhalf jaar geleden dat ik dacht van, nou ga ik er echt solo helemaal gewoon voor. Dan gaan we gewoon kijken wat shit gewoon teweeg kan brengen. Ja, want je laat de naam Ambulant vallen. Jullie hebben natuurlijk toen ook een CD uitgebracht, 16 jaar en ouder volgens mij. Ja, sindsdien weinig van vernomen eigenlijk. Ja, sindsdien zijn we, Shiny is overal beats aan het maken en Riyad is overal parties neer aan het zetten en ik ben hier gewoon een skanky ding bezig, weet je. En ondertussen is er nog steeds DNS en ja, Riyad is nog steeds bezig en we zijn ook nog wel af en toe bezig met de Ambulant nummers, maar ja, nog niet echt genoeg voor een album en we moeten die shit ook niet forceren. We moeten gewoon relaxed doen, gewoon lekker, gewoon, het moet gezellig blijven, weet je. Muziek is gewoon gezelligheid. Back and back and smash it. Ik ben niet wise kid, maar yo, ik ga deze shit crashen. Ik was alleen freestyles, want ik schrijf nooit lines. Ook al doe ik dit straight out of the mind. Ik ben misschien nu ineens in het Nederlands als een Neandertaler, maar yo, ik kan het beter dan menig MC op deze planeet. Mijn naam is wise kid, noem me wise kid, omdat ik zo heet. Er komt een track aan, Struisvogelmentaliteit. Ja, die wil gaan uitbrengen op vinyl. Ja, dat is mijn shit. Die vind ik echt vet. Vertel. Ja, het is gewoon, ik vind het, ten eerste, Shine heeft de producties gedaan. Ik vind echt, de beat vind ik echt heel lekker. Ik hou normaal niet zo van die synthesizer, techno geluiden, zeg maar. Maar deze zit gewoon lekker, lekker in elkaar, weet je. En ja, die tekst is gewoon heel bewust, gewoon, waar ben je mee bezig, weet je. Haal je kop uit de zand, struisvogelmentaliteit is nergens goed voor. Er is veel meer dan bling bling en wasborden, weet je. En ja man, dat is een quote, jongen. Dat is for een real? Quote, man. Serieus. Nee? Ja, dat is echt veel meer, man. Echt. Oh shit. Er is nog eer en respect en nog veel meer andere dingen die met hip-hop te maken hebben. En andere dingen weer die met urban te maken hebben, weet je. En dat is een soort van scheiding waar mensen bij mij ook heel goed zien van, hey, deze gast is niet urban. Deze doet het niet voor de clubs en zo. Deze doet het gewoon om zichzelf te zijn. En gewoon de muziek te maken waar hij gewoon zelf van houdt, snap je? But yeah, you're so unique, homie, I'm so street. The yeah, when I grab the invisible mic and I go deep. Peep how we do it, homie, I'm much greater than these motherfuckers that be frontin' in the elevator. Ja, er komt ook een clip van, toch? Ja. Gaan er niet te veel zeggen, we moeten daar gewoon allemaal die clip checken. Die chick checken, dat is ook lekker. Dubbel. Maar ja, shit komt alleen op internet. Ik hoef geen TMF, MTV, hype en boxen en shit. Nee man, niet van belang allemaal. Het wordt gewoon op internet. Iedereen kan hem checken. Je hoeft niet te bellen en shit. Gewoon checken of niet, weet je. Dus, we hebben een paar struisvogelpakken laten maken. We zijn zo, weet ik veel, bordelen naar binnen geweest. We zijn met mensen op straat gaan lastigvallen en... Noem maar op, man. Noem maar op. Zo'n echt zieke shit. Het is echt een dope clip, man. Hello, static. The demon I come to spitting the free, it all's a magic. You ain't trying to test me. One time, don't confess me. You wanna take me backstage and mentally undress me. Kenki is, zeg maar, is al mijn goede en slechte dingen in mijn leven opgezomd, maar dan vertaald in een begrijpbaar verhaal. Dus ik heb het niet altijd over mezelf, maar er zit altijd iets, weet je, van mezelf wat ik mee heb gemaakt waarom ik dit nummer wilde schrijven. Net als ik heb een nummer Hoofd in de War gemaakt, weet je, van Waar is het stukje? Ja, hoe ging je ook weer, man? Jouw ze is te jong voor al deze ellende, hoofd in de war, maar haar leventje is een bende. Kijk, check deze, mijn broertje, dat weten veel mensen niet, maar mijn broertje die is pas naar een internaat gegaan, weet je. En zijn hoofd is in de war en zijn leventje is een bende, weet je. Dus ik heb, zeg maar, haar verhaal vertaald naar het gevoel wat ik met mijn broertje heb, snap je? Want ik heb vroeger ook in het internaat gezeten. Ik weet hoe het is, weet je. Het is een kut systeem waar je gewoon in vast zit en waar je gewoon niet meer uitkomt. Tot je een bepaalde leeftijd komt. En de lift. En dan sta je in één keer in de lift gewoon voor hijs. What up? Mentally undress me, you got to confess. When we bust in an elevator, we be great and escape the grave. But anyway, yo, I never play your hate. We gaan er voor de rest in Eindhoven. Het lijkt nu allemaal weer living. Simpel gezegd, zieke zuiden neemt over. Ja, zo lijkt het wel, zo lijkt het wel. En zo is het ook. Ja, ik denk komt helemaal goed. Ja, we hebben, zeg maar, we hebben nog Wise Kids. Dit is Wise Kid, hij heeft net de producties gedaan voor Frank en Denk. Vette shit. INT trouwens ook. INT ook. Ook nog dan naast Post Elementalities. Ook weet je, productie shit. Ja, we hebben nog Shine maakt bijna beats voor bijna alle gasten in Eindhoven, weet je. Kids Are Nice.
Kids zijn zeker bezig met al zijn dingen. Gewoon, we hebben samplism, we hebben de Bar 51. Met Busy Bee, heb je shit gezien? Ja, ja, die is vet, man. Hey man, het is net alsof die shit gewoon jaren 80 is. Gewoon nieuwe plaat. Ja, man. Dat is echt, weet je, we komen niet voor die Randstad over te nemen, man. Laat ons maar lekker gewoon ons zijn. Laat ons maar lekker ons ding doen. Het komt toch goed, man. Even een statement, hè. Wij komen vaak op parties in Den Haag, Amsterdam, Utrecht. En gasten gaan niet zo live als bij ons in het zuiden, jongen. Dat is wel Moet je altijd kijken, wie ben jij, want dan zijn verwend daar, weet je. Nee, maar kijk, hier rijdt er een nachtnet, hè. We zijn nu in de Randstad, zo. Hier rijdt een nachtnet, zo. Maar mocht je gewoon ooit een slaapplek nodig hebben, halen. Ja, halen. Kom gewoon checken. Al die party. Bij mij crashen, maakt niet uit, man. Nee, bij mij niet, man. Serieus. De parties zijn meestal op vrijdag. Meestal op vrijdag. Je kunt gewoon de trein pakken om 5:30 en zo. Maar die shit is gewoon anders. Ook al heb je gewoon dezelfde act in de Paradies of de Melkweg of whatever. Shit is laas. Het is los. Bij ons maakt het gewoon niet uit. Dan kom je in een fucking struisvogel pakken. I don't play your hate, man, it's time to quit. The yammer when I come through, we been dropping some shit. This is how we do it, homie, I'm really high. But right now, hey, it's time to say goodbye. Goodbye. Zeker zijde!